Hey kijkers van DDG. Stel, je hebt onlangs naar de nieuwe Hunger Games film gekeken in de bios. En je vond hem tof. Of sterker nog, je vond hem super, net zoals ik. Dan heb je soms van die aardappels die beginnen te zeuren tegen jou over het stomme open einde. En dat deel 1 veel toffer was. Nou, als je deze persoon nou eens flink wil laten nadenken, of toch veel simpeler gewoon uit wil lullen, vertel ze dan het volgende. Nou, beste jongen of meisje, ik respecteer jouw mening, maar door het politieke tintje van de huidige film was het ook geen film voor de oorspronkelijke doelgroep, maar juist gericht op het iets oudere publiek geïnteresseerd in meer dan het fenomeen Hunger Games. Gericht op onderliggende dilemma's, wereldproblematiek en een diepere gedachte en knipoog naar het huidige westerse wereldgedachtegoed tegen de derde wereldproblematiek. Het is volledig begrijpelijk dat je het een mindere film vond of het open einde zonde vindt, omdat je interesses meer liggen in kort vermaak dan al te veel er bijna over na te denken. Het bovengenoemde statement geeft ook een bijna oneindig probleem aan, wat zichzelf illustreert in een derde wereldbevolking die bijna nooit boven zichzelf uit kan stegen, vanwege verschillende problemen in hun regeringsstelsel, de helpende hand van de rijke landen en de afleidingsmanoeuvre die wij ze bieden door middel van ontwikkelingshulp. Deze film was een van de sterkste films die ik in tijden gezien heb, omdat independent films zich van de goede kant laat zien en een steeds verder uitbreidend scenario in ons dagelijks leven weten te schetsen in een nieuwe film. Erg dapper als Hollywood producent. Je kritiek is onjuist.